Welkom bij experiment deel 245, stiekem zonnebloemen zaaien. Cas, heb je wel eens stiekem iets gezaaid? Nee, dat niet, nee. Heb je wel eens afgevraagd, stel nu, hier staat een mooie plantenbak met een of ander boompje erin. Ja. Wat nou als daar ineens zomaar een zonnebloem uitgroeit, zo'n mooie gele zonnebloem, dat is toch leuk? Ja. Ja, dan gaan we dat de komende tijd in de gaten houden. Dan gaan we erachter komen hoe lang dat blijft staan. Dit zijn de zonnebloempitten en ik douw ze in een perk. Kijk, hier hebben we een heel mooi perk. Oh. Met een of ander roestig hert erin. Een kunstwerk. En met een kas erin. Als hier nu een plantje uitkomt, is het dan een kasplantje? Nou, vind ik wel. Kas vindt van wel. Dan doen we nog eentje hier. Oh, wel verstandig om in het gat te doen. Druk je hem aan. En ja. Dan zit ze onder de grond. Ja. Nou, dan stop je de zonnebloempitten die zijn gevallen, die stop je terug in het bakje natuurlijk. En dan ga je lopen naar de grond. Oh, wat voert hij nog meer in zijn schild? Ja. Nou, we hebben hier een hele prachtige boom. Weet niet wat het is. Plant, geen idee. Nou, heb je hier een zonnebloempit? Maak je het gat. Stop je hem in. En duw je hem dicht. Nou, dan is die klaar. Ja. Dan gaan we in de andere hoek. Maak ook een gat, stop je hem in, zand eropheen, aandrukken. Heel goed, zand erover. Nou, dan gaan we naar de volgende plant. Dan maak je een gat, doe je de zonnebloempit erin en dan duw je hem ook dicht. Nou, dan gaan we nu naar de volgende hoek. Dan stop je het in. En dan doe je zand overheen. Yes. Nou. En afwachten wat het resultaat is. Ja. Nou, doe dit gerust thuis na. In de tuin van je buren. Of bij de overburen. En dan niks zeggen. En dan afwachten wat er gebeurt. Dit is niet gevaarlijk. Op het moment dat mensen een zonnebloem niet mooi vinden. En er zijn maar heel weinig mensen die een zonnebloem niet mooi vinden. Kunnen ze hem er altijd nog weer uittrekken. Dat doen ze vast niet. Tot ziens. Doei doei.